Ja, op Twitter gaat gelijk een mooi verhaal, Jorginho. Jij zou niet gewild hebben dat het opnieuw 10-0 werd in Eindhoven. Nee, dat is iets wat ik achter me laat. Wat zeg je? Dat is iets wat ik achter me laat, denk ik. Ja. Hey, wat een lekkere avond voor jou ook, hè? Ja, ik denk heel lekker. Ik maak me de buurt en ook een goal erbij. Ja, dat is mooi. Ja, wat een gedrevenheid bij iedereen, hè? Ook toen de score al zo ruim was. Ja, we houden meer doelpunten maken. Om er een leukere avond van te maken. En, daar hebben we ook opgehamerd. Dagen voor de wedstrijd. En ja, dat is wel gelukkig. Heb je genoten op de bank? Dat is bijna gek bij een voetballer. Maar vanavond zou het misschien gekund hebben. Nee, ik heb heel erg genoten. En, de jongens mooi voetbal hebben laten zien in de eerste 20 minuten. En de eerste 30 minuten daarna werd het wel wat slordig. Maar in de tweede helft hebben ze het weer pak. En, dat was wel genieten op de bank. Ja, dus de start was belangrijk, hè? Binnen 17 minuten 3 doelpunten maken. Ja, ik denk als je hoe sneller je de goals maakt tegen zulke tegenstanders, hoe makkelijker voetbal het wordt. En, dat is vandaag wel gebleken, denk ik. Ja, de bondscoach zegt net, het is mentaal ook belangrijk dat je in dit soort wedstrijden een hoge uitslag neerzet. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het is, meestal ga je denken dat het een makkelijke tegenstander is en dan doe je het wel rustig aan. En, als je een paar scoort, dan denk je snel, we zijn klaar. Maar wat hij zegt, je moet mentaal sterk zijn om toch meer goals te gaan maken. Ja. Wat was vooraf jullie doelstelling? Hadden jullie een aantal doelpunten in gedachten? Nee, wel dat we veel zouden scoren, maar niet dat we 11 zouden maken. Ongelooflijk, is de hoogste uitslag ooit van Oranje. Ja, ze vlogen er ook wel allemaal in. Ja, nog een paar kansen gemist, dus dat nog gekker kunnen zijn. Ja, precies, maar ik denk dat, dat dit wel goed is. Blijven dit weken voor jou waarin je heel veel leert en kunt genieten? Ja, tuurlijk. Dit blijven zeker weken waarin ik geniet en kan leren. Maar ook kan laten zien hoe goed ik ben en waar ik sta in mijn ontwikkeling. Ben je trots op jezelf vanavond? Ja, heel trots. Echt geconcentreerd te blijven.